Hey, goedemorgen Katie. Je spreekt met Robert Kovacs vanaf mijn kantoor in Nederland. Hey Katie, jouw profiel op LinkedIn viel mij op enkele weken geleden. Dus toen ging ik jou eens een beetje onder de loep nemen. Wie is Katie? Wat doet Katie? In welke doelgroep zit Katie? En nou, alles klopte, alles sprak mij aan. Dus vandaar dat ik een connectie met jou maakte. En mag ik uitleggen waarom ik met jou in contact wilde komen? Mooi. Katie, mijn bedrijf, Winstgarantie, is gespecialiseerd in het werven van nieuwe klanten en het verhogen van verkoopresultaten voor diverse bedrijven en ondernemers op no-queue, no-pay basis. En mijn vraag aan jou is, als ik jou een manier kan laten zien hoe jij nieuwe klanten aan kunt trekken dankzij referenties van andere ondernemers, zou je daar dan 15 minuten van je tijd voor over hebben om hier serieus naar te kijken? Nee, hartstikke goed, maar ik moet het toch aan mijn vriendin Katie vragen. Katie, jouw tijd is kostbaar, want jij bent een ondernemer en dat ben ik natuurlijk ook. En ik ga jou precies vertellen wat ons te wachten staat. Maar Katie, om te beginnen wil ik eerst een belafspraak met je maken. Want ik ga je achter de schermen laten zien hoe je zoveel mogelijk cliënten, klanten en kopers kunt krijgen als je maar aan kan voor maar 3% van je omzet. En Katie, dit is vertrouwelijke informatie en je kunt dit direct toepassen om meer verkoop, omzet en winst te creëren met minder kosten. Wat ontzettend belangrijk is voor vandaag de dag. Hè? Dus mijn vraag aan jou is, wanneer kan ik jouw volledige aandacht krijgen voor ongeveer 15 minuten? Jij valt een beetje weg. Ik weet, België is ver, maar zover ook weer niet, hè? September is uiteraard beter, maar wat we wel in de tussentijd kunnen doen, Katie, is dat ik jouw aanvullende informatie ga ik jou dit weekend sturen. Dan kan je daar voor je vakantie, tijdens je vakantie, na je vakantie alvast een klein beetje doornemen. Dan maken wij een 15 minuten belafspraak in september wanneer jij terug bent. Dan neem ik jou bij de hand. Achter de schermen laat ik jou stap voor stap het een en ander zien. Vanuit daar, Katie, gaan wij kijken hoe wij win-win-win in de markt kunnen creëren om gezamenlijk heel veel mensen met jouw product en dienstverlening in de markt te helpen. En dat niet alleen. Onze kassa's moeten ook lekker gaan rinkelen. Ja, want we leven nou eenmaal op een economisch planeet. Dus wat ik ga doen, als allereerst Katie, waar ga je naartoe op vakantie? Sorry, zeg dat nog eens. Oh, Katties. Mijn fout. Dat mag je dadelijk van mijn commissie aftrekken, hoor. Katty, dat zijn strafpunten voor mij, hè. Katty, moet ik even goed onthouden, sorry. Nee, mijn excuses, hoor. Maar wat wou ik zeggen, jij gaat lekker naar Frankrijk toe. Heerlijk, Franse kazen en rood wijntje erbij. Oh, je kan in Frankrijk 100 jaar worden, Katty. En wanneer kom je terug? 1 september. Dan in de week van 1 september, niet gelijk 1 september, ga ik jou bellen. Maar sowieso dit weekend krijg jij informatie van mij. Dan maak ik een notitie. Dan in de week van 1 september geef ik jou een belletje, Katty. En dan gaan wij een afspraak inplannen. En vanuit daar gaan wij alle puzzelstukjes in elkaar zetten. En vanuit daar hebben wij een samenwerking. Die garantie krijg je alvast van mij. Hey, bij deze wil ik je alvast bedanken voor je vertrouwen, voor je tijd. Ik wens je een hele fijne vakantie in Frankrijk. En dan hebben wij gewoon contact met elkaar. Sla mijn nummer op. Dat ga ik ook met jou doen.
met jouw nummer. En ik kijk er naar uit om je beter te leren kennen in september, Cathy. Goed zo, fijn weekend alvast, hè? Yo, doei.